Van je buurman die in de Tweede Wereldoorlog heeft gediend, tot de loodgieter die net terug is uit Afghanistan. Alle 100.000 Nederlandse veteranen verdienen ons respect. Kom daarom op zaterdag 26 juni naar Den Haag en vier met onze veteranen de Nederlandse Veteranendag. Met dit radiospotje werd er aandacht gevraagd voor de 6e Nederlandse Veteranendag. Bovendien is er volop ruimte voor de gemeente lokale bijeenkomsten te organiseren. In de afgelopen jaren deed een groeiend aantal gemeenten iets speciaals op of rond de laatste zaterdag van juni voor hun veteranen. Ja, toen vielen de mussen letterlijk van het dak en nu bijna weer hetzelfde. Maar dat gaat allemaal goed komen. Vandaag zijn ook de andere leden van het college van burgemeester wethouders aanwezig. Vorig jaar voor de eerste keer de Veteranendag georganiseerd in Zunder. En dat is zo goed door u ontvangen dat we vorig jaar al hebben gezegd, wij organiseren nu vanaf nu elk jaar een Veteranendag, ook in onze eigen gemeente. En dit gemeentelijk initiatief sluit aan bij de wens van vele veteranen als het gaat om de locatie. De Nederlandse Veteranendag is geen herdenking. Het is geen zoveelste reunie. Geen open dag en uitdrukkelijk geen wervingsactiviteit voor defensie. Wat is de Nederlandse Veteranendag dan wel? De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Dat zijn jonge lui die daar veel voor over hebben. Ja, voelt u zich nog zo? Jawel, ik ben er wel fel op natuurlijk. Als ik daar kunnen halen heb in die tijd. Nee, maar dat was toen niet niks hoor. Maar nu nog? Ja, nog. Dat is nog een zware training. Maar er zijn toch wel andere normen als in onze tijd. Want in onze tijd heb je nergens naar gekeken hoor. Ik ben in 1962 uitgezonden geweest naar voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. In 1950 is Indonesië eigenlijk onafhankelijk geworden van Nederland. Maar toen is Nieuw-Guinea buiten de overdracht gebleven. Zeer tegen de zinnen van Sukarno. Want Sukarno was toen de president van Indonesië. En die heeft altijd gezegd, Indonesië dat is van Sabah tot Merauke. En dat is in het zuidoosten van Nieuw-Guinea. Dat is Indonesië, dat is de republiek en Nieuw-Guinea hoort daarbij. De regering die heeft zich daar tegen verzet, naar mijn idee, om politieke en emotionele redenen. Hem niet alles tegelijk afgeven. Bovendien, emotioneel was het, omdat de Papoeas in feite ook zelfbeschikkingsrecht was gegund. En vanaf 1950 is er altijd ook militaire druk vanuit Indonesië geweest op Nederland om dus toch Nieuw-Guinea erbij te krijgen. En dat bereikte zijn hoogtepunt in 1962. En toen zijn er dus extra versterkingen naar Nieuw-Guinea gestuurd. Ja. Maar ook Zunderse en Rijsbergse militairen van 1950 tot 1962 zijn er altijd geweest. Ja. En straks ga ik natuurlijk met u allen nog heb ik nog even contact, maar drie hebben we er toch even gemeend uit te lichten. Bij hen viel op dat ze aan meerdere missies hadden deelgenomen. De heer Simons, u diende in Libanon, Bosnië, Afghanistan, Irak en Kosovo. De heer Van Kuik, u nam deel aan de missies in Cambodja, Haiti, Bosnië en Irak. En de heer Voorthuizen, u nam deel aan missies in Libanon, Israël, Bosnië en Soedan. Een indrukwekkende lijst. In een heel peloton moet alles in zitten. Hè? Moet er iemand met een boot kunnen varen, moet er iemand met een trein kunnen rijden. Dan zit er iemand die met een vliegtuig kan vliegen. En ik was degene die met rots klimmen. Ik ben dus opgeleid in België als rotklim-instructeur.
Ja. Ja, en zodoende, ja. Welke ervaring had u mee bergbeklimmen dan? Niks, helemaal niks. Alleen maar aardbezemen in zijn er. Geen rotzicht. U gaat terug naar Nederland, u stapt op die boot, wat gevoel had u toen? Heel diep medelijden met het Papua-volk. Heel diep medelijden met het Papua-volk, moet ik zeggen. Van waar die betrokkenheid? Ja, dat is waarschijnlijk die onbeholpenheid die bevolking heeft. En ze smeekte gewoon om zelfstandig te blijven en je moet ze verlaten. Sanitair, die zat boven op de rug en die liep mijn buis zo de zee in. Ja. Ja, die golfslag kwam steeds terug aan het strand. Hè? Ja. Dus, en toen kwam ik op het idee om een pad te maken in de zee te bouwen en op het water een hok te maken. Hè? Minstens 100 meter uit het strand. Hè? Ja. Maar dat was die zee was dan zo diep. Ja, ja. Hè? Dat maakt niks uit. Nee. Nou, en dan hadden we daar die pannen hangen. Ja. En konden ze schepen, konden ze alles best gewoon maken. Ja. En dan heb ik dan een keer ook gezien, die barracudas lagen op les gewoon te wachten. En een week eraan, om ze weer op te eten. Dus toen was de cirkel rond. Ja. Alleen vond ik het heel erg jammer. Wanneer wij spreken in Rijsbergen de wielerronde was, of kermis of iets dergelijks. Ja, dan zag ik mijn kameraden wel in het café bij Jacques van Katen of bij Jan Teuns of bij Jeu de Koning rondhangen. Ja. En ik zat ik zat lekker in Nieuw-Guinea. Ja, ja. Maar ja, ik had op dat moment ook weer willen ruilen. Ja. Zo echt niet. Maar dan kwam het toch wel eens naar boven om te zeggen, verdomme, wou dat ik toch nou even een reisberg was.